Goedemorgen, ik ben Naomi. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag, deze week neem ik jullie weer een weekje mee. Het is maandag 15 maart, mijn verjaardag. Ik ben vandaag jarig, ik word 24 jaar. En daarom eet ik lekker een appeltaartje als ontbijt. Ik ga straks naar school. Ik heb een kopje thee en dus een appeltaartje. Ik moet deze week gewoon weer werken. Dus ik ga zo meteen naar school. En verder leven wij nu een week in ons nieuwe huis. Dus daar zal ik jullie vandaag ook even een rondleiding doorgeven, nu het redelijk af is, woonbaar, al wel een poosje, maar er moeten nog wat dingen gebeuren, maar die dingen die komen nog wel. Ik ga lekker even ontbijten en ik zie jullie straks weer. Goedemorgen, het is alweer dinsdag. Gisteren heb ik eigenlijk helemaal niet meer gevlogd. Ik kwam thuis en ja, het was eigenlijk al 6 uur, dus ik was best wel laat van school weg, om 5:10 pas. En daarna zijn we gaan eten en ik ben om 8:30 naar bed gegaan, want ik was zo verschrikkelijk moe. Dus ik was op tijd naar bed. Vandaag weer een nieuwe dag. Dus ik ga straks weer naar school. Ik wil vanmiddag even langs de bieb. Dat wilde ik eigenlijk gisteren al doen, maar omdat we gisteren zo lang op school waren, had ik daar geen tijd meer voor. Dus dat wil ik nu vandaag even doen. En gisteren had ik ook mijn camera vergeten mee te nemen. Dus vandaag neem ik ook mijn camera mee, zodat ik jullie ook wat meer mee kan nemen in wat er allemaal speelt. Ik ga nog even een appeltaartje eten, want die was nog steeds niet op. Dus die ga ik lekker opeten. En dan ga ik mijn spullen bij elkaar pakken voor school, want het is al 7:10. En dan is het tijd voor om weer een dagje naar school te gaan. En daar heb ik wel zin in, want we zijn weer met alle leerlingen samen. En ja, het is gewoon fijn om iedereen bij elkaar te zien en te zien dat ze het ook weer leuk hebben samen. En samen spelen en samen hun opdrachtjes kunnen doen en zo. Dus ik ga zo meteen naar school toe. Nu ga ik lekker even ontbijten. Hey, ik zit op de slaapkamer en ik ben dozen aan het uitzoeken van de verhuizing nog. Want die hadden we nog niet allemaal weg en nu kom ik allemaal leuke dingen tegen. En het is zaterdag, het is al 11:30. En ik wilde van de week vloggen, maar dat is niet echt gelukt. Ik was elke dag echt super laat thuis. Maar nu heb ik dus super leuke dingen gevonden en die wil ik wel even met jullie delen. Ik ga even kijken of dit werkt, want ik heb natuurlijk niet echt... Maar het is een nieuwe beddengoed. Mooi hè? Maar kijk wat ik vind. Dat is dus mijn allereerste pakje wat ik aan had. Een broekje met streepjes. Of ik weet niet of het echt het eerste pakje is, maar het is een pakje voor mij. Zo. Het is toch te cute. Die gaan we zeker bewaren. Ik vind het eigenlijk best een heel leuk patroontje. Dus met een... Gewoon even shirtje, kan dat broekje echt nog super goed en andersom ook. Verder vind ik echt een heleboel boeken en mijn dagboek van vroeger. Dat is ook echt heel grappig. Ik had dus gewoon, ik was super verliefd op iemand en daar heb ik dus elke keer verhaaltjes naar geschreven. Dat is gewoon echt heel grappig. Vandaag weer naar school geweest. 'S middags had ik zangles en heb je nieuwe liedjes gekozen. Wake Up van Hilary Duff en een liedje van High School Musical 1. Bart was nog online, maar ik praatte tegen hem en toen ging hij offline. Nou hoor. Verder heb ik niet zoveel te vertellen. Vandaag weer naar school geweest. Ik moest klaar overen. Iedereen helpen oversteken. 'S middags hebben we High School Musical gekeken, zoals iedere dag. Na het eten zijn mama Joanne en ik Joanne's tractatie gaan maken. Het was heel leuk om te doen. En nog even tv gekeken. En ik heb daar dus... Ik zette daar dus ook de tijd bij. En ik heb dus de tractatie getekend. Een ster van kaas, worst, snoep. En dan weer kaas. En dan 6 januari 2009 staat erbij. Dus dat is al best wel lang geleden. Echt grappig. Vandaag kwamen er mensen op school met een handicap. Het waren blinden, doven, suikerziekte, geestelijke handicap en spierziekte. Ik heb vandaag op 2e meer geschaatst, dat was echt heel leuk.
Verder nog naar club geweest, dat is Club van de Kerk. Sorry voor het niet schrijven. Heel even wachten. Ik heb morgen namelijk een toets en ik heb nog niet geoefend. En dan 8 minuten later. Ik ben klaar hoor. Oh sorry, ik zat verdiept in een dukkie. Dan een dukje. Maar ik ben best wel mee. Best wel veel meegemaakt eigenlijk. Te veel om te schrijven. Maar ik zal de leukste dingen noemen. Donderdag niet veel bijzonders. School en gewoon een beetje schaatsen. Vrijdag mijn oom was jarig. Ik was pas om 12 uur thuis. Nou, 2009. Dus ik was... 9 plus 3, 11, 12. Het was midwinterdag en we gingen met de kerk schaatsen. Ik ben uitgeslapen en naar bed gegaan. En maandag hadden we de school met de directeur en gym. En 's middags had ik zangles. Hey thuis, we hadden vandaag de directeur, omdat onze juf ziek was. En vanavond belde de directeur. Dus ik dacht, help, ik ben erbij. Wat heb ik nu weer fout gedaan? Maar dat was niet zo, het was juist goed nieuws. We hebben een dag eerder vakantie, morgen dus. Echt super. Ik moest Jacco, Dani, Sanne en Hein bellen. Ik begon met Jacco, maar die was niet thuis. Toen Sanne en die vroeg of het een grapje was. Ik zo, nee, anders krijg je donderdag 5 euro. Toen Dani die zei, oh leuk. Toen Hein die zei, is het echt geen grap? Ik, nee, anders krijg je 5 euro van mij. Toen belde Christian en hij vroeg of het echt waar was. Ik, ja... Toen belde hij nog een keer om te vragen of het echt, echt, echt waar is. Ik, ja, anders krijgt de hele klas 10 euro. Toen belde ik Jacco nog een keer, maar hij was nog niet thuis. Dus nu probeert mijn moeder het nog een keertje. Ah, dat is zo lief. Ik was best wel schattig. Maar die bewaar ik dus, die komt op de stapel. En zo schiet ik dus nergens mee op. Want ik kom dus allerlei boekjes en papiertjes en liedjes tegen die ik gemaakt heb. Geschreven heb, hier ook weer een liedje. Ja, die had ik net al doorgekeken. Ik ben benieuwd wat het is. Oh ja, en ik heb nog heel veel gedichten geschreven. Oké. Het leven is een groot oerwoud met gevaarlijke beesten op de loer. Het lijkt alsof het je in de gaten houdt. Het leven is een dicht bos met elke meter wel een boom. Als ze je pakken ben je de klos. Het leven lijkt een diep moeras. Zo'n moeras met veel drijfzand. En met elk probleem denk je aan hoe het leven was. Het leven is jouw leven. Je kijkt en denkt erbij. Het leven dat ik leven mag, dat leven is van mij. Ik was heel erg aan het nadenken in mijn tienerjaren. Oh, ik hou van je en wil je niet meer kwijt. Ik was kwaad, dat zeg ik me. En zeg dat het me spijt. Ik was jaloers en kon er niks van zeggen. Nu ben je weg en kan ik het niet meer uitleggen. Oh, heel zielig. Nou, maar dat zijn dus allemaal dingen die ik ga bewaren. En zo schiet ik dus geen meter op met die doos. Dus ik ga even verder. Ik zie jullie zo. Oké, ik kom natuurlijk weer allemaal dingen tegen. En ik kan er niet stoppen. Kijk nou, dat was ik. Zo lief. En ik kom nog weer allemaal boekjes tegen. Oh. Dat maakt me nieuwsgierig. Oh, van top tot teen hou ik van jou. Super lief van Bennett. Lieve schat, ik ben niet van de romantiek, maar ik wou zo graag dat we samen... Maar je wou zo graag dat we samen film gingen kijken, dus daarom al dat geregeld voor jou. Lieve schat, ik ben trots op jou en ik hou van jou. Ik hoop dat we nog lang bij elkaar mogen zijn. Dikke kus. Oh. Oh, zo lief. Ik heb zo'n lief vriendje. Inmiddels mijn man. Die moeten we ook bewaren. Dit zijn nog weer boeken. De Fantastische Reis van Panda. Piet is verliefd. Ook leuk. Hier heb ik nog weer. Oh, dat liedje had ik geschreven voor Bennett. Dit is mijn schoolpas. Van het oosten liggen, dat op zalf, die kan wel weg. Ja. Zo. Dit was het liedje wat ik voor Bennett had geschreven. Die moet wel blijven. Dit is van een oude telefoon. Zit daar nog iets in? Nee,
nog. Aapje. Mijn belijdenis. Van mijn camera. Goedemorgen. Het is zondag alweer. En ik heb net gedoucht, dus mijn haar is nog een beetje nat. Ik heb het wel een soort van gepunt, maar nog niet helemaal. Ik ga even opruimen. Want ik wil graag even een home tour opnemen. Zodat ik jullie eens even kan laten zien waar we wonen. Dus ik ga mijn haar en mijn gezicht even fixen. Want het is echt een groot vlasluizengeboel. Nu. Dus dat ga ik even goed maken. En dan ga ik even opruimen en even een roomtour doen. En ik ga het konijn ook vandaag verschonen. En vanmiddag krijgen we visite. Super gezellig. Dus hartstikke leuk. Echt zin in. Maar ik ga eerst opruimen. En dan ga ik jullie een tour geven door het huis. In de keuken hebben jullie al wel gezien. Jullie wel meer gezien in het huis. Maar dan kun je het allemaal een keer zien. Nou, ik heb opgeruimd. Dennis heeft het konijn ook verschoond. En we hebben net Beam Kernings samen gekeken. En ik zal eens even jullie het huis laten zien. We beginnen bij de voordeur en dan lopen we zo een rondje. Nou, nu hebben jullie ongeveer ons hele huis gezien. Je ziet ook dat er nog wat dingen moeten gebeuren. Er moeten nog lampen aan het plafond, er moeten nog dingen opgeruimd worden, er staan nog dingen in dozen. Dus er moet nog een heleboel wel gebeuren ook. Er komt nog een nieuwe bank, want zoals je ziet hebben we onze oude bank nog. Ons nieuwe bed is er al wel gelukkig. En ja, dit is ons nieuwe huisje. Super leuk, super fijn, we wonen hier nu. 2 weken, ja. En nee, we zijn hartstikke blij ermee. Op sommige plekken is het nog een beetje aan het galmen, maar er komt nog een kast. En maandag komt de oude kast van oma, die komt hier te staan nog, hier achter tegen de muur. Dus dat wordt hartstikke mooi. En er komt nog een andere televisiemeubel, dus dat wordt ook mooi. En de nieuwe bank komt rond april, dus dat duurt nog 2 weken ongeveer. Nou, dit is ons huis. Welkom in ons nieuwe huis. Jij Ben? Zeker. En dan ga ik bij deze ook gelijk de video afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heel fijne week. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie in een nieuwe video. Doei doei!